Hallo, met er mee, hoor. Hi, ik ben de Sofer. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Tot meneer Limbo, Limburg. Lim FM, hoe gaat het met u? Goed, meneer Limburg, hoe is het met u? Ego, ego, ego. Is het geluk bij de kapper? Ja, ik ben net klaar bij de kapper, dus even in het verkeer. Maar we kunnen gewoon verder dus, met dat gesprek. Nou, maar dan moet u even parkeren toch. Je kunt niet rijden tot me praten, man. Dat word ik niet kwalijk. Nee, mi dit op mijn kabel. Dat is aan. Mijn reine kabel, dat mijn telefoon met mijn earpiece. Oh, met earpiece, oké. Okay. Maar Ja, dat kan met mijn soms ook earpiece, ja. afleiden hoor. Nee, ik kom bijna op plaats van bestemming aan, dus ik ga zo meteen die earpiece ook afdoen. Oké, okay, we zijn al in de Ja. uitzending. Ik heb een filmpje van u gehad over die toestand, eenmaal weer tak over Awadra. Over Ja. die toestand, de morgenstond. En we hebben, ik weet niet, was het vorig jaar reeds gesproken over initiatieven van jullie zelf. Ja, Omdat jullie precies, vonden precies, van precies. we kunnen het zelf ook doen. Ja, Omdat klopt. wij te midden van die troep zitten. Ja. Wat kun je ons vertellen? Want jullie hebben weer problemen met het water. Dat klopt. We hebben dus gedaan wat we hebben afgesproken toen met de buurt en met de overheid. Dat we zelf die infra zouden aanpakken om dan de rioleringen op te schonen. En deel van de afspraak was ook met die overheid dat we dan de medewerking zouden krijgen van de andere gebieden, met name Suri Village, waar dus de verkavelaar achterstallig onderhoud zou doen, samen met de overheid. En dat zou betekenen dat we dan met deze dus, regentijd geen problemen meer moesten hebben met onder water lopen en met water dat vanuit Suri Village naar ons toe komt. Dus dat is dan niet gebeurd nu. Men heeft waarschijnlijk dus, men heeft gewoon nagelaten om de onderhoudswerkzaamheden te doen. En met gevolg dat wij dus natuurlijk weer de dupe zijn geworden van die wateroverlast. Bent u er Dus nog? dat, ja, ik ben er nog. Ja, dat we dus nu, ik ben even overgeschakeld op mijn ADSL, vandaar dat hij even stopte. Ai. Ja, dus we hebben dan gedaan wat we moesten doen. Zij hebben niet gedaan wat zij hebben afgesproken. En dan zitten wij met de gemakken peren weer. Maar even nogmaals, Weet je. wie moeten we onder cijfers staan? Wij zijn dus de buurtbewoners van Morgenstond. En zij zijn de overheid en de buurtbewoners van Suri Village samen met de verkavelaar. Ja. En de afspraak was dus vanaf toen. We hadden een situatie met een dam die was geplaatst bij een duiker aan de verlengde Gompertstraat. En die duiker, die heeft ons dus, nadat hij was afgedicht, heeft hij ons een aantal maanden dus droog gehouden. En op een gegeven moment hebben de buurtbewoners geklaagd van Suri Village, dat zij dus dan problemen kregen. De minister heeft toen toestemming gegeven dat die dam die was opgeworpen verwijderd mocht worden door Suri Village. En gaandeweg begonnen wij weer problemen te krijgen, maar natuurlijk, het viel nog mee omdat het nog niet zo veel regende. Maar nu met deze grote regentijd, dan merk je ja, plotsklaps dat alles verkeerd loopt. En dan gaat blijken dat, waarschijnlijk de verkavelaar van Suri Village zich niet aan de afspraak heeft gehouden om zijn infra in orde te maken, dat de sluizen van Suri Village in orde zijn, dat de pompgemalen in orde zijn, weet je. En ze hebben waarschijnlijk de zaak op hun beloop gelaten. En vandaar die reactie gisteren van de voorzitter, meneer Jadana Singh. Een beetje felle reactie, misschien een beetje ja, te pittig. Maar goed, hij heeft zijn zakje gedaan, toch? Want we kunnen niet zo als bewoners steeds blijven inleveren. Dagelijks bezig zijn met ons systeem en met de buurt. En andere buurten die zich dan niet aan afspraken houden. Weet u? Dus Dus dat is de situatie voor dit moment. dan kan ik me voorstellen hoe de zaak eruit zag afgelopen zondag. Dan was het een Ja, complete ja, ja, ja. C. Ja. Wat we hebben gedaan, we hebben dus van elke dag dat we onder water hebben gezeten, hebben we dus foto's gemaakt en filmpjes gemaakt met een date en timestamp. Want als nu dit niet opgelost wordt door die centrale overheid samen met de verkavelaar, gaan we genoodzaakt zijn naar de rechter te stappen. En natuurlijk wil je dat niet hebben, maar op een gegeven moment hou je het niet meer vol. Je Ja. zit je energie te verspillen. Want je bent dag en nacht bezig met het gebied. Je hebt bronnen en zong. Want
ik ben toevallig belast met die kalkenzuiger om het gebied op te schonen met die kalkenzuiger. En daar zijn brokken, loon zoeken onderdeel, zoeken monteur, weet je, en onderdelen. En ja, je doet het allemaal pro deo. Het is geen bedrijf, het is geen situatie waarbij je dus vergoedingen krijgt, maar je doet het voor die gemeenschap. Ja. En dan ga je balen ervan wanneer dus nu partijen hun afspraken niet nakomen. En in dit geval nemen wij zeker het ministerie van Openbare Werken kwalijk, waar zij vanaf het begin op de hoogte zijn van zaken. En die enforcement niet hebben gepleegd richting de verkavelaar waarschijnlijk. Genoeg druk hebben uitgeoefend op die verkavelaar. Want uiteindelijk moet elke verkavelaar zorgen voor zijn eigen afwatering. Maar hebben jullie geprobeerd om toch in contact te treden met de mensen? Nou, we hebben contact gehad met de minister. Ik heb per app contact gehad met de minister. Maar ik kreeg niet. En ik heb in feite niet zeggen een antwoord gehad van de minister. En wat was dat ik heb antwoord? Daarna meer. Ik wil het liever niet in de uitzending zeggen. Maar ik heb een niet zeggen een antwoord gehad. En voor mij is dat duidelijk. Dus dat toen dat gezegd werd aan mij, heb ik het doorgeleid aan de voorzitter. Zeg voor, kijk, ik heb geprobeerd. Nu ligt het niet meer op mijn bord. U bent de voorzitter en dan gaat u dat even moeten pareren nu, toch? Dus we hebben dat maar zo moeten aanpakken. Want wat denk je, meneer Limburg, de mensen die in dit bestuur zitten van deze buurtorganisatie, zijn allemaal mensen die in het buitenland waren, zijn teruggekomen naar Suriname om hier hun krachten te geven. En dat je vroeg uit de zand die zag, dat die centrale overheid maar niet kan begrijpen, dat zaken geregeld moeten worden op een richtige wijze. En, ja. dan kunnen we natuurlijk elke dag schrijven over wet en recht en dat soort van zaken. Maar in de praktijk dan blijkt het heel anders te zijn. Want dan Mathie is het konanga die zangen dat hij en dat. Sorry dat ik het zo uitdruk hoor, maar mijn temperatuur begint een beetje te stijgen. Ja, maar als je dat zegt, dan moet ik zeggen, hallo, welcome to the real world. Welcome to Suriname. Ja, maar dat moet je creëren als een ferie, want je lukt er allemaal toch, je zoekt bouwkonden op alle fasie. Dan ga je een paar mensen hebben die zitten te dwarsbomen, want ze zijn vrienden van die en vrienden van zus en noem maar op. Wij van Morgenstond, wij van het bestuur, we hebben geen politieke affiniteit als zodanig. Ik laat me voor mezelf praten, ik zeker niet. Mm-hmm. Ik heb geen politieke affiniteit met niemand, toch? En ik heb geleerd om geen broodvrees te hebben en ik heb geen broodvrees. Ja. Want als je met de politiek meedoet, is de kans groot dat je broodvlees gaat hebben. Doch? En dan word je maar een ja-knikker. Ja. Weet je? Dus, en dat is, zo zie ik dat. En vandaar dat ik ver blijf van de politiek. Ja. De enige optie nu, als ik het goed heb begrepen, is de groene tafel. Nou, niet echt. De overheid heeft nog ruimte om te corrigeren, toch? Waar ze kan corrigeren. We hebben afspraken gemaakt dat wij ons gedeelte doen, wat we hebben gedaan. We hebben ons project flink aangepakt, goed aangepakt. Sorry, de afwatering, de rioleringen, noem maar op. Maar u weet toch dat het woord totaal niet voorkomt binnen die mannen hun regeerboek, dat woordje corrigeren? Meneer Limburg, moet dat je kring. Ik soms denk ik bij mezelf, waarschijnlijk hebben we vanaf onze onafhankelijkheid nooit goede leiders gehad. En sorry dat ik het zo moet uitdrukken, maar je raakt zodanig, zodanig depressief van deze gasten. Als het uw mening is, weet moet je? Ik geen sorry zeggen. Ja, toch? dat je bij jezelf denkt, van als we goede leiders hadden gehad vanaf onze onafhankelijkheid, zaten we niet in deze rommel. Ja, het is allemaal weet zo. U? En, ja, toch? En dan wil je niet terugkijken. En ik kijk meestal niet terug. Maar het is oorzaak en gevolg. Ja. Het is allemaal heel erg frustrerend. Ik kan me voorstellen dat jullie daar helemaal blank zitten. Trouwens, overigens heel Suriname. Maar jullie hadden dus reeds die inspanningen gepleegd, als je het verhaal goed begrijpt. En er waren afspraken gemaakt. En als de man bij hoorde is, heeft naar die afspraak, dan waren jullie droog, no? Precies, hè? Dan waren niet wij alleen droog. Ook de mensen die nu droog zijn bij Suri Village zouden ook droog zijn gebleven als ze hun infra hadden aangepakt. Maar er komt geen beweging daar. En of het nou ligt aan die verkavelaar of de overheid. De overheid heeft die vergunning verleend voor verkavelen. Ik neem aan dat die overheid dan ook toezicht houdt op de voorwaarden van die verkaveling. Ja. En het proces toch? En dan moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, en als het nou de minister is van openbare werken of een andere instantie die dat toezicht moet houden. So be it, weet je. Maar,
ja, weer eens een woord welke dus totaal onbekend is binnen het landsbestuur. Controle. Ja. Dus corrigeren, ja. Controle, toot. Nee. Ja, Letty. Want weet u, als ik kijk naar wat ons is overkomen met Morgenstond, met al die rioleringen die we daar dag en dag hebben zitten schoonmaken bijna. We zijn een jaar bezig geweest met schoonmaken. Efficiënt stellen wat er Edora een kanaal nodig is. Je kan je niet voorstellen dat dit voorzitter de kanaal best bang hier Morgenstond is. Voorzitter alleen die schoon. De eigen kanaal best bang waren onze straten droog. Dus op dit letterlijk moment, droog. As we speak, wat er nog goed eten? Nou, voorzitter wat er hebben gegeven. Bakken voor die wat er hebben gegeven. Omdat wat red troes komt voor Bakken 7 Suri Village. Ja. Niet te doen, toch? Niet te doen. En dat die overheid dan daar al tig maanden, misschien zelfs een jaar of twee, drie terug is geïnformeerd hierover en niks eraan doet, is een kwalijke zaak. Ja. Want je tek om alleen voorbij Wanjari, voor bouwen of zo. Uiteindelijk blijkt dat je dat alle listeka of zo daar dat je lukt dat peem rij. Bedrijf bij mij. En jullie kunnen nog rijden, maar het is natuurlijk misschien nog kan rijden op het Minasaba gebied. Als alles dan ja, ik vind het Saba, ja, precies. Dus ik krijg een kleine Toyota S. Dat is mijn dagelijks voertuig. En dan moet ik kijken dus, welke wegen dus, droog genoeg zijn. Dat kan wagi gamsa. En met gevolg dat natuurlijk je komt thuis aan en waarschijnlijk heb je dan water gehad in je auto of een mata natti, want een bodem kon natti, weet je. Dus dat overkomt een hele hoop bewoners van Morgenstond. Los van dus dit extreme weer dat we hebben gehad hoor. Maar vandaar dat we dan het initiatief hebben genomen. Als buurtbewoners hebben gezegd, oké, tot hier en niet verder, we gaan zaken zelf aanpakken. Ja. Weet u? En dan de man die zegt, kom, dat de man vindt dat ze gaan zaken aanpakken en ze pakken niks aan. Ja. Nee, Fuga. Oké. Dank u wel, meneer Mohamed Raja, voor het delen van deze info met ons. Graag gedaan, meneer Limburg. En als ik iets verkeerd heb gezegd of mensen heb kwet, sorry daarvoor. Is dat weer toch? Voor smak wat ik met jou zoals Jaguar zomaar. Nou, zo erg is het niet hoor. Dankjewel. Alsjeblieft, fijne middag. Yes, thank you. Dat was zo goed, ja. Voor zeg maar wat ik met Jaguar.